Misschien heeft u het gemerkt. In de supermarkten is melk de afgelopen week een tikkeltje duurder geworden. Wereldwijd groeit de vraag naar melk en melkpoeder en boeren zitten dus gebeiteld. Jarenlang was de melkmarkt in handen van drie grote zuivelgiganten die de prijs bepaalden. De Nederlander René van Bakel is bezig onder de duiven te schieten van de grote zuivelfabrieken. In de Vlaamse melkveehouderij heeft hij de afgelopen weken de boel flink opgeschud door tientallen boeren hogere melkprijzen te bieden dan ze tot nog toe kregen bij de grote fabrieken als Campina. Verslaggever Steven Emmens peilde hoe de Vlaamse melkoorlog de gemoederen bezighoudt bij boer Jimmy Kirijnen in de buurt van Turnhout. Achter een grote schuifdeur staat een roestvrij stalen tank. Dit is de trotse output van uw bedrijf, hè? Ja, dat klopt. Hoeveel kan erin? 4500 liter. En hoe vaak moet die geleegd? Al 3 dagen. En tot 1 juli ging dat naar de grote melkbedrijven, hè? Dit prachtige product. Ja, dat klopt. We zijn 1 juli van dit jaar overschakeld. Dus we wachten op de vrachtauto die je moet leegpompen. Ja. En dan gaat het dus niet naar een groot melkbedrijf, maar dan gaat het naar meneer Van Bakel, die hier ook even staat. U hoort niet tot de grote melkcoöperaties, hè? Nee, ik haal melk op bij veehouders voor de vrije markt en verhandel naar fabrieken toe die op dat moment melk tekort hebben. En ik tel er bepaalde commissie voor. En probeer gewoon voor de veehouders de best mogelijke prijs uit de markt te halen. Dus in, de concurrentie weer een beetje terug in de markt brengen. Want het is allemaal wat ingeslapen de laatste 20 jaar. We lopen even naar de stal met de koeien van meneer Kirijnen. Samen met René van Bakel, Nederlands melkveehouder. Eigenaar van het grootste melkveehoudersbedrijf van Nederland. Meer dan 1000 koeien. Ja. En die heeft zich al een tijd lang op de vrije markt begeven. Heeft geen zin meer om zijn melk naar grote melkfabrieken te leveren, want hij krijgt er te weinig voor. En doet hij dus nu ook in Vlaanderen. Met grote opschudding tot gevolg. U vertelde net dat doordat er tekort is aan zuivelproducten, de prijzen zijn gestegen. Maar dat de boeren daar beroerd weinig van hebben gemerkt, hè? In principe hebben de boeren er niks van gemerkt. En sinds ik in België een maand geleden, 1 juli, begonnen ben met melk ophalen, zijn de prijzen bij de andere zuivelfabrieken ook met 5 à 7 à 8 cent gestegen. Toen kon het plotseling wel? Toen kon het plotseling wel. De schuldige van dat hele proces staat naast me, meneer Kirijnen, veehouder hier in Vlaanderen. U was het zat, hè? Ja, dat klopt. Want u kreeg 1,30 cent voor uw litertje melk. Dat klopt. En dat is onder de kostprijs. En dat was al jaren zo, hè? Dat was al jaren zo. En ja, we werden het een beetje beu. Zeker omdat we de markt volgen van afgeleide producten van melk. Hè, zoals de melkpoeier, de boter, de kaas. Het staat allemaal serieus in de lift. De melkpoeier was verdubbeld in prijs. En de melkprijs bleef hetzelfde. Iedereen verdiende geld aan zuivelproducten, behalve u. En u leverde de grondstof. Voilà, dat klopt. En toen zijn we beginnen zoeken in de markt. En zijn we bij meneer Van Bakel gekomen. In Nederland? Die was al een tijdje bezig, hè? Met het op de vrije markt afzetten van melk. Dat klopt. En toen hebben wij hem ook gevraagd of hij dat in Vlaanderen wou komen doen. En wat krijgt u nu voor een liter? Nu zitten we momenteel op bijna 44 eurocent. Nou, daar is hij dan. Koen Lambrechts rijdt met de grote melktankwagen het erf van deze boerderij op. Goedemiddag. Goedemiddag. U haalt melk op voor de vrije markt, hè? Ze zeggen dat, ja. Wat gaat u doen nou? De computer instellen op de volgende vraag. Blauwe slang wordt uitgerold. Aangekoppeld. Hij is nu aan het pompen. Ja. We staan hier bij de koeien. We staan lekker te eten hier uit de ruif. Hoeveel zijn het er eigenlijk? Een 65-tal. En hoe gaat het met ze? Redelijk goed. Deze mooie roodbonte, wie is dat? Dat is nummer 9, dat is Cathy. Karin, sorry, Karin. De moeder is Cathy. De moeder heeft 100.000 liter melk gegeven. Prima, prima koe. Ze kijken een beetje wantrouwig naar me. Ja, dat is een beetje vreemd. Een beetje vreemd in de stal. Zegt Jimmy Kirijnen, de Vlaamse boer die opschudding heeft veroorzaakt door met een Nederlandse opkoper van melk in zee te gaan.
U heeft daarvoor gebroken met een echt grote melkcoöperatie, de Campina. Dat ging niet zo gemakkelijk, want u heeft inmiddels een stevige brief gekregen. Hè? Heeft u bij u? Kunt u even voorlezen? Wij zien ons bij deze genoodzaakt u aan te schrijven in verband met de stopzetting van uw melklevering aan Campina met ingang van 1-7-2007. Wij dienen u bij deze mede te delen dat Campina zich geenszins akkoord kan verklaren met deze stopzetting. Nou, dan komt er nog een heel verhaal en dan de laatste zin. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Wij dienen u dan ook mede te delen dat Campina zich genoodzaakt zal zien deze aanzienlijke schade lastens u te verhalen. Tenzij u ons bevestigt dat u de levering onmiddellijk zult hervatten en daartoe ook effectief het nodige doet. Nou, echt een dwingende brief. U wordt gemaand om het weer te leveren aan het melkbedrijf. U wordt dus wel ook een beetje onder druk gezet op deze manier, hè? Ja, daar kan ik niet goed mee om. Nu niet, dan niet of nooit niet lever ik nog 1 liter melk in Campina. En andere boeren zijn voor de rechter gedaagd. Ja, dus dat vind ik wel heel raar, want wij zijn op 1 juli vertrokken. We hebben pas 6 weken later een brief gekregen van Campina. Een aanhang tegen het schrijven. En die andere mensen die op 1 augustus vertrokken zijn, dus die hebben binnen 10 dagen een brief gekregen van Campina, een aangetekend schrijven. Dat is voor de melklevering met onmiddellijke ingang terug te hervatten. Nou, alle melkbedrijven in Reppenroer, rechtszaken. U brengt wat teweeg, meneer Van Bakel. Ja, rechtszaken. Maar doet u het erom? Doet u het om die grote melkbedrijven een beetje te pesten? Of waar doet u het voor? Ik doe het om de markt weer open te breken, zodat er weer een reële melkprijs naar de veehouder uitbetaald wordt. Hoeveel boeren, hoeveel boerderijen zijn het in Vlaanderen? Ik ben bij een 70-tal veehouders begonnen op 1 juli. En hoeveel boeren, veehouders zijn het in Nederland inmiddels? Ik denk dat wij in Nederland een 120, 130 veehouders nu verzameld hebben. Is dit een druppel in de melkplas of is dit toch echt wel iets serieus? Wat wij als Vrebermaal nu omzetten, dat is een druppel op de melkplas. Ik bedoel, Nederland heeft 11 miljard liter melk. België heeft 3 miljard liter melk. Nou, er is inmiddels bijna 4000 liter overgetankt van de melktank van Jimmy Quirijnen, de boer, in de wagen van Koen Lambrechts, de vervoerder. Dat is het derde van het trio dat de melkmarkt in België zo heeft opgeschud. Deze lading gaat 1600 in plaats van 1200 euro opleveren voor de boer. Meneer Lambrechts, waar gaat het eigenlijk naartoe, deze melk? Dat blijft een beetje geheim voor de goede prijs van de boeren die aan ons leveren te vrijwaren. En dat hebben ze al ondervonden afgelopen maand, dat ze een goede prijs ervoor krijgen. Het kost alleen voor mij zwijgplicht. Van Bakel gaat het ook niet verklappen waar het naartoe gaat? Nee, dat is beroepsgeheim zoals ze dat noemen. In ieder geval naar een plek waar er behoorlijk voor wordt voor gebeurd. Nou, het moest in principe kunnen dat het gewoon in het openbaar gezegd kon worden waar dat de melk naartoe ging. Maar op het moment zijn er gewoon grote melkerijen die druk zetten of goedkoper de melk aanbieden om mij weer uit de markt te proberen te weren. En het makkelijkste is om dat te voorkomen door gewoon niet alles aan de klok te hangen. Kijkt u wel eens in de achteruitkijkspiegel of u wordt achtervolgd? Dat gebeurt regelmatig natuurlijk, bij het achteruitrijden voor het begin al. Maar we wisselen zelfs van camions af dat ze het eigenlijk heel moeilijk hebben. En dan moeten ze ook s'nachts uit hun bed komen. Dat is ook niet gemakkelijk voor hen. Maar het is echt een spel wat wordt gespeeld op dit moment? Het is al een tijdje geleden. Laten we zeggen dat het al normaal functioneert. Nou, Coulander staat weer in zijn grote vrachtwagen. En hij is klaar hier. Nou, hij rijdt verder naar een geheim adres. Met allemaal om de vrije markt die hij en de Vlaamse boer Jimmy Quirijnen en de Nederlandse boer René van Bakel hebben geschapen hier in Vlaanderen. En misschien ook wel nog wel veel verder daarbuiten te beschermen. U luisterde naar een bericht over de onrust in de melkhandel die ook in Nederland tot prijsstijgingen leidt. Met als troostrijke gedachte dat steeds meer boeren naar eigen zeggen nu een eerlijke marge overhouden in plaats